shoulder, looking over a boulder. There was something I told her about you. We zijn vandaag in Utrecht bij de Dutch Game Garden voor een interview met Digital Dreams. De maker van Cowbeam bijvoorbeeld. En die game is net uit. En we gaan hun vragen hoe die game tot stand is gekomen. En waarom die game voor hun nou zo bijzonder is. Tijmen, de game Cowbeam, waar gaat die over? De game gaat over Henk. Henk is een alien en die is verliefd op een koe. En om bij die koe samen te kunnen zijn, moet hij een stier worden, want koeien worden niet verliefd op een alien. En dan gaat hij door het hele universum door om de DNA van koeien te vinden, zodat hij zelfs een stier kan worden. En hoe doe je dat nou? In de game, je hebt een zonnestelsel per level. En in dat zonnestelsel zijn natuurlijk allemaal planeten. En die planeten hebben eigenschappen. Ze kunnen rood zijn, blauw of groen. Ze kunnen bossen hebben, vulkanen, geizers, noem het maar op. En op elke planeet is ook een hint te vinden. En die hint zegt dan iets over de planeet waar de koe in dat zonnestelsel over is. En zo verzamel je dus hints en krijg je een soort wie is het spel. Vind je de koeien. Het klinkt grappig. Redelijk simpel verhaal. Maar hoe zijn jullie daarop gekomen? Hebben jullie daar met z'n drieën, want jullie bedrijf bestaat uit 3 man. Hebben jullie daar met z'n drieën over gebrainstormd? Of kwam 1 iemand met het idee? Meestal komt 1 iemand met een heel grof idee, zeg maar, zo ook hier. Maar dan werken we het altijd met z'n allen uit. En sowieso wordt het heel veel bijgeschaafd natuurlijk tijdens de productie. En in dit geval van Cowbeam is het ook een paar keer redelijk omgegooid, omdat we niet helemaal tevreden waren. Dus ja, eerst het een en dan het ander eigenlijk. Nu hebben jullie het als bedrijf ontwikkeld. Kun je wat meer vertellen over jullie bedrijf? We zijn dus Digital Dreams. We bestaan sinds gisteren 2 jaar en we maken eigenlijk sowieso gewoon alleen maar games. En deze games die doen we vaak vanuit eigen opdracht, heel af en toe in opdracht. En het belangrijke voor ons is dat we altijd iets doen wat we nog niet eerder hebben gezien. Dus wij willen, ja, we kunnen bijvoorbeeld experimenteren met nieuwe game design ideeën of met de manier van verhalen vertellen of met sowieso vaak ook met grafische stijl. Onze grafische stijl passen we heel erg aan op de game idee zelf. En zo hebben we een cubistische stijl gehad, een diagonale pixel art stijl, heel erg abstract. En Cowbeam is dan weer een combinatie van retro space vanuit de jaren 50 en cartoony plus 3D. En ja, dat moet gewoon heel erg aansluiten. Dus ja, we doen eigenlijk altijd iets waarvan we iets nog niet eerder hebben gezien. De games die jullie maken zijn dus redelijk verschillend. Zijn jullie als team ook verschillend en hoe zijn jullie bijvoorbeeld bij elkaar gekomen? Dat is wel leuk. Geert en Roy zijn mijn 2 medevenoten. Zij komen alle 2 van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht, hebben daar Game Design and Development gedaan. En ik kom van de Universiteit Utrecht en heb hier Informatica en Game en Meetechnologie gedaan. Dus we zijn al verschillend in dat we... Nou, zij hebben stages gelopen bij Playlogic en Triumph bijvoorbeeld. Dus ze hebben praktische kennis en ik heb dan academische kennis. Dus daarin verschillen we al wel. Qua gedachtegoed zijn we wel echt enorm bij elkaar, zeg maar, op 1 lijn. Dat is ook waarom we zo goed en fijn samenwerken. We zijn samengekomen doordat Geert's afstudeerproject bij de HKU dan een programmeur nodig had. En daar ben ik bij ingestapt, want het leek me leuk om een keer een langere termijn, zeg maar, praktijkervaring te krijgen. En die samenwerking verliep zo ontzettend soepel dat we eigenlijk gewoon meteen hadden. Of ja, het ging eigenlijk vanzelf dat we dachten van, nou ja, we moeten gewoon samen een bedrijfje gaan oprichten en samen games maken, want dit is het gewoon. Hoe kun je de game krijgen? Door naar de Apple Store te gaan, de iTunes Store op je iPhone of iPad of iPod. En daar gewoon te downloaden in de store. En hoeveel kost die? Hij kost deze eerste week kost die $99 ofwel €79. En daarna gaat hij terug naar €1,59. Ik ben ondertussen weer buiten na het interview met Tijmen van Digital Dreams. Nou, hij heeft ons dus het een en ander verteld. Wil je die game nou zelf downloaden? Dat kan dus in de App Store, maar dat kan ook als je naar nwtv.nl of nieuwewets.tv gaat. Rechtsbovenin staat de game. Ga je direct naar iTunes en doe je dat via je mobiel, ga je direct naar de App Store.